eerste act van vanmiddag, dat zijn drie mensen die hier op het podium staan. Cello, Mirthe de Jonge. Op drum, Linnert Denissen. En de artiest waar het op draai om draait, Robin Haaijens met de nummer Spoken. Langs bossen en wegen, ze struinen over stranden, langs cafés door het leven, met de spoken uit haar hoofd. Inderdaad, het jaar 2015, alle 015 goed. En we hebben veel, een twintigtal artiesten, acts nou op het podium en een volle bak in Paradox. Die samen met haar. Ja, we zijn dit project 2 jaar geleden gestart, hè, met alle 013 goed. Min of meer als grapje, als goede vriendinnen, een beetje culturele partners in crime noemen we onszelf. Ja, en het lukt. Het is voor de derde keer gelukt. En we gaan ervan uit ook dat na deze cd het stemmen van ontzettend veel mensen via de website van Brabants Dagblad, dat we die artiesten ook kunnen blijven steunen en een betaald podium bieden en kunnen helpen. En daar worden wij zelf gewoon super blij van. Door lucht en door zeeën, alles zweefde voorbij, maar van binnen slechts gevecht. Settle down with me, you have a place in my heart. Ja, ik schrijf gewoon over van alles wat ik meemaak. Soms dingen die ik op tv zie, soms gewoon ja, dingen van vrienden of familie. Eigenlijk alles kan, ja. Het liedje van vandaag, dat gaat over mijn oma, die is overleden helaas. Hoe goed zij was voor de wereld en dat ik hoop dat ze nu heel veel rust heeft. Maar op dit moment is hij vooral bezig met een bijzonder instrument, de Chapman Stick. Wat dat is, zullen we dadelijk gaan horen. Maar in ieder geval, hier is hij met het nummer Some Rain, Rob Rieten. De eerste officiële Chapman Stick is in 1974 geproduced door meneer Chapman in Amerika. De enige man die ze bouwt op de hele wereld. Het idee daarachter is eigenlijk dat je vergeleken bij gitaar één fase overslaat. Bij gitaar moet je een snaar indrukken en een snaar aanslaan. Dat hoeft niet, hier hoef je alleen maar de snaar op de hals te tikken en je hebt geluid. Als ik nou eens een nummer schrijf wat ik eigenlijk voor iedereen die ik ken, die zich niet zo lekker voelt, voor iedereen kan spelen. Dat is dit nummer geworden. Dus iemand met liefdesverdriet, iemand met een hypotheek die niet meer te betalen is, iemand die failliet gegaan is, je baan kwijt, bel mij, ik kom jouw troostliedje spelen. Oh, agony, enjoy my Ja, het is weer super dat we jong en oud talent allemaal door elkaar hebben. En Maaike Hermans, dat ik met een nieuwe band. En Hint met een nieuwe band. Nou, daar zijn we stiekem mega trots op ook gewoon. Hier is Chris van Zon. Het Monday Morning Blues is eigenlijk over mijn zusje. Dat klinkt een beetje gek. Maar mijn zusje, die is altijd heel chagrijnig 's ochtends. Dus ik dacht, nou moet ik hier een liedje over schrijven. Een beetje op de plek zetten, zeg maar. No, you don't want to miss every minute. Now it's Monday, you should... Ik doe muziek, maar ik doe daarnaast ook heel veel rock en roll. Dus dat vind ik ook heel tof om te doen. Ik zit momenteel in het tweede jaar, dus ik heb nog 2 jaar te gaan ongeveer. No busy little sister, you should... Ja, ik ben eerstejaars, dus ik moet nog een paar jaar meer. Dus, Je krijgt bijles? Ik krijg bijles? Ja, van hun. Ze komen uit Tilburg en het belooft een brok energie te geven. Dan heb ik jou daar, dames en heren. Give it up for the Everyday Robots met Matt en Sunkes. Yeah.
Het nummer. Het gaat eigenlijk over hoe wij leven. Hoe wij zijn als band. We zijn zelf een Madman Circus. En over de wereld, hoe wij erin staan. Het is soms een beetje diepzinnig, maar het komt er eigenlijk op neer dat we gewoon willen rocken. En dat gewoon één groot feest bij ons is. Aan de vleugel zit Marloes Niepels. De zang is van Danielle van der Hurk. Samen vormen zij 11-11 met het nummer Boven is het stil. Kopje thee, thee mee, het beeld ligt, knip het mee. Maar boven is het stil. In het tweede coupletje is haar man ziek. En dan is die stilte die je boven hoort, die is echt heel anders dan op het moment dat je kindje natuurlijk bovenaan ligt te slapen. Nou, het laatste coupletje, dan is hij er niet meer. Dan is het echt heel stil. Ik heb hier in Tilburg klassiek piano gestudeerd. Dus het is voor mij een andere league. Maar goed, ik vind het wel heel leuk om op die manier Danielle een beetje aan te vullen als pianist. Samen aan de tafel, goede vrienden om me heen. We delen sterke verhalen, samen sterk, niet alleen. Nou, dit was een liedje dat gaat over vrijheid van meningsuiting. En dat is natuurlijk iets waar we ontzettend de laatste tijd in bezig gehouden. We kunnen zeggen wat we willen. Maar als we niet meer mogen zeggen wat we denken, dan zijn we toch ver gezonken. En daar gaat dit liedje over. Ik voel me vrij, onbelemmerd in mijn vlucht. Ik voel me vrij, zwevend op de vrije wind. Ik voel me vrij als een vogel in de lucht. She don't know. She don't know how to be satisfied. Nou ja, het is ook gewoon wel een van mijn emotionele liedjes. En ik krijg blijkbaar, dat zeggen ze dan vervolgens in het publiek als ik klaar ben, iedereen stil met dit liedje. En dan vind ik het wel mooi om dit liedje daarvoor te gebruiken hier in Paradox. Dus zij pakte de gitaar, speelde het liedje. Ik wilde eigenlijk eerst luisteren. Zo van, wat zullen we eens gaan doen dan samen? Maar het was inderdaad precies wat jij zei. Het was heel duidelijk. Ik pakte mijn trompet meteen. Ik ben meteen mee gaan spelen en het is nooit meer veranderd. Dit is een reden van, er staat een deadline, Paradox, mensen komen kijken, wie weet komt het op cd. En dan is voor mij een extra stimulans om door te gaan. Ik heb wel conservatorium gedaan. 98 afgestudeerd in Rotterdam, lichte muziek. Ik heb heel veel paden bewandeld, van alles gedaan. Pop, jazz, Frans. En nu denk ik van, wie weet, is dit het wel? Maar wat echt leuk is, we hebben ontzettend veel steun. We hebben een aantal vrijwilligers die als gastvrouw alle artiesten ontvangen, naar de kleedkamer brengen, alles uitleggen.
Ik studeer medewerker evenementenorganisatie aan het ROC Tilburg bij Stapkoor. Het is een hele leuke dag. Veel mensen ontmoeten en veel mensen begeleiden, dus ja, is heel leuk. Ja. Ik ben tweede jaar CMV stagiaire. Ik studeer aan Avans Hogeschool in Breda. En vandaag ben ik hier eigenlijk samen met Fenn aan het helpen. En ja, proberen alles zo smooth mogelijk te laten verlopen. Maar hij is nu niet bang meer, want zijn meisje neemt hem bij de hand. Als ze samen naar de kermis gaan. Nou, ik vind het initiatief alle 013, 014, 015 goed. Ik juich het toe. En daarom doe ik graag mee. 016, ben je ook erbij? Ik hoop het wel, bij leven en welzijn. You got the crowd going without saying a word. Oh, Mrs. Hobo. Yeah, you're on the show. Et je suis triste. Et je suis triste. Ainsi qu'un cheval convoyé. Wij ontvangen alle artiesten die vanavond optreden en op de cd komen uiteindelijk. Leuk job. Leuk job. Zeker leuk. Zeker leuk om te doen. Handtekeningen gevraagd? Ja. Maar wel een andere manier. Ja, wat ik echt heel leuk vind. We zijn vorig jaar, ze hebben een paar artiesten van alle 014 goed, hebben in Turnhout opgetreden. En vandaag om 17:50, nou misschien 18:50, wordt er een band uitgenodigd die dus bij Turnhout on stage kan optreden. I'm going back and do it all again, back and do it all again. De eenling die nooit porno kijkt. Ik ben een nijlpaard in de douche. Ik ben een priester die van metal houdt. Ik ben het schip in de zeewind dat nooit roest. Ik ben het witte poeder en die... We hebben al heel veel mooie dingen gezien. Heel veel uiteenlopende dingen die allemaal zouden passen. Maar we moeten even nu kijken met in ons achterhoofd het festival op 3 en 4 juli. Dus we moeten iets energetisch hebben, iets, ja, een band die er staat. Dus we zullen zien. Die de absolute chaos leidt tot iets meer geordende chaos. En die band zal zijn, Jasper? Pieter Bart. The Everyday Robot. Goed. If you believe in me,
it if you believe it.